Het was altijd wel achter het podium. Het podium was aan de andere kant van. Aan de andere kant, ja. Dan had je hier... Hier stond een draaitafel ergens. Draaitafel, en dan kon je dus gewoon tussendoor lopen of achterlangs kon je lopen, hè? En dus ja, hier is het gebeurd, zeg maar. Iets 9,5 jaar bij de 10 jaar geleden. Ik zag alleen wel dat er iets gaande was, maar kon niet zien wat. Nee, dat is toch overal zo. Ik zeg altijd dat iemand om mij hier aan het drentelen was en iemand zegt altijd dat ik om hem hier aan het drentelen was. Ook is wijterzijd bekend. En 40 jaar geleden hebben twee heren, en die hebben daar een besloten club, een gay club, homoclub van gemaakt. Sinds de acceptatie van de homoseksualiteit veel groter is geworden, is het de populatie van het publiek hier ook veranderd. Het zijn niet alleen maar homo's of lesbiennes. Het zijn ook biseksuele, gewone hetero mensen. Het is erg gemixt geworden jong, in de oud, loop van de jaren. Jong en oud, alles door elkaar. Wat vind je zo leuk aan hem? Je dacht, leuk Surinamer, 10 jaar geleden. Dus... Hij kijkt toch lief. En ja, daar ga je er dan toch voor. Wat vond jij zo leuk aan Marco? Toch zijn volwassenheid wel. En hij is een ontzettende lieve man. Wij bieden nog steeds een beschermde omgeving. En dat staat ook altijd nog steeds hoog in ons vaandel. Ook al... Zou je een keer hand in hand of een keer een kus willen geven aan de bar, dan moet dat totaal geen probleem zijn, want die vrijheid moet je... Dat is een beetje het verschil, dat is denk ik een beetje het verschil met een hetero-discotheek. Hier kunnen jongens elkaar gewoon openlijk kussen en meiden ook. Ja. En misschien nog wel heel uitgebreid, wat je in een hetero-discotheek niet ziet. Hadden jullie elkaar nou ook ontmoet als deze plek er niet geweest was? Ik denk het eerlijk gezegd niet. In die tijd had ik al heel veel contacten via het internet. Dan zou ik waarschijnlijk iemand in het Westen hebben gehad. Dan was ik al lang uit de regio verdwenen. En ik was zelf niet zo heel actief op het internet. En, dus dat zou dan wel lastig. Of ja, dat zou dan wel anders zijn geweest, denk ik. Mensen gaan voor de gezelligheid uit. Die willen graag een borreltje drinken. En die gaan ook voor de gezelligheid. Niet zozeer voor de ontmoetingen, want dat doen ze wel via internet. Ja, dan merk je het cafébezoek. Heel duidelijk, ja. Duidelijk. Veel liefdes hier zien opbloeien? Ik heel veel op zien bloeien en ook heel veel DA's zien gaan. Ja, maar dat hoort erbij, hè. Dat zie je, ja. In het uitgaan kun je elkaar vinden, maar je kunt in elkaar uitgaan ook elkaar verliezen natuurlijk, hè.